Met de Noord steeds sigaret beleeft men steeds de grootste pret. Worden zorg en leed opzij gezet met de Noord steeds sigaret. Ieder die van roken houdt, die raakt al ras ermee vertrouwd. En hij wordt wel 100 jaren oud met de Noord steeds sigaret. Vol rookgenot en tevreden. Rook ieder blij met mij sport, voetbal. En wat is dat? Hoepla! Daar krijgt de middenvoer een schitterende schoenpaas. Prachtig passeert hij de verdediging. Een meesterlijk schot. Onhoudbaar goal. Een prachtdoelpunt. We kunnen niet allen kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menigeen is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk, Chief Whip. Laat me u nu voorstellen, Mr. Chief Whip. De man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk... Chief Whip. Ha, Mr. Hollander. Ik zie dat u, evenals zoveel anderen, van Chief Whip geniet. Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chief Whip. 10 voor 17,5 cent. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. Just gotta have another cigarette. En hier toont de grootvader de oude wijsheid dat een rokend man een tevreden man is. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. Just gotta have another cigarette. Just gotta have another cigarette. We leven in een gehaaste wereld. We jagen van de ene naar de andere plaats. We snellen van huis naar werk, van werk naar huis. We zijn altijd onderweg, een leven lang. En al die mensen hebben iets eigens. Gezin, werk, vreugde, zorgen. Maar soms komen we even tot rust. Kalmeren we onszelf. Bijvoorbeeld wanneer de zorg in rook vervliegt. Daarom zingen we de lof der tabak. En ieder heeft een antwoord op de vraag, waarom rookt u eigenlijk?
Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorgen. En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, steek eens op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. Maar we kunnen nog meer de lof der tabak bezingen dan deze roker ongetwijfeld al doet. Ieder met die van de roken houdt, die raakt al ras ermee vertrouwd. En hij wordt wel 100 jaren oud, met een steeds sigaar. Ja, daar krijgt de middenvoer een schitterende soepas. Prachtig passeert hij de verdediging, een meesterlijk schot, onhoudbaar goal. Een prachtdoelpunt. We kunnen niet allen kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menigeen is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk, Chief Whip. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chief Whip, de man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk, Chief Whip. Ha, Mr. Hollander, ik zie dat u, evenals zoveel anderen, van Chief Whip geniet. Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chief Whip. 10 voor 17,5 cent. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. En hier toont de grootvader de oude wijsheid dat een rokend man een tevreden man is. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. You just gotta have another cigarette. We leven in een gehaaste wereld. We jagen van de ene naar de andere plaats. We snellen van huis naar werk, van werk naar huis. We zijn altijd onderweg, een leven lang. En al die mensen hebben iets eigens. Gezin, werk, vreugde, zorgen. Maar soms komen we even tot rust. Kalmeren we onszelf. Bijvoorbeeld wanneer de zorg in rook vervliegt. Daarom zingen we de lof der tabak. En ieder heeft een antwoord op de vraag, waarom rookt u eigenlijk? Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorgen. En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, steek eens op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. Maar we kunnen nog meer de lof der tabak bezingen dan deze roker ongetwijfeld al doet. Ieder met die van de roken houdt, die een prachtdoelpunt. We kunnen niet allen kampioen zijn. Maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menigeen is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk, Chief Whip. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chief Whip, de man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk, Chief Whip. Ha, Mr. Hollander, ik zie dat u, evenals zoveel anderen, van Chief Whip geniet. Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chief Whip. 10 voor 17,5 cent. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
En hier toont een grootvader de oude wijsheid dat een rokend man een tevreden man is. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. You just gotta have another cigarette. We leven in een gehaaste wereld. We jagen van de ene naar de andere plaats. We snellen van huis naar werk, van werk naar huis. We zijn altijd onderweg, een leven lang. En al die mensen hebben iets eigens. Gezin, werk, vreugde, zorgen. Maar soms komen we even tot rust. Kalmeren we onszelf. Bijvoorbeeld wanneer de zorg in rook vervliegt. Daarom zingen we de lof der tabak. En ieder heeft een antwoord op de vraag, waarom rookt u eigenlijk? Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorgen. En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, steek eens op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. Maar we kunnen nog meer de lof der tabak bezingen dan deze roker ongetwijfeld al doet. Ieder die van de roken houdt, die raakt al ras ermee vertrouwd. En hij wordt wel 100 jaren oud.